Hoi, ik ben Ron Jansen en in deze video laat ik jullie zien hoe je een wand bekleedt met vilt. Ik heb hier bijvoorbeeld al een paneel dat hier komt tegenaan. Dan kun je dus eigenlijk al zien dat hier achter hoeft geen vilt. Dus we hebben bijvoorbeeld hier een vilt nodig, hier een vilt, hier een stukje, hier komt eigenlijk nog een wielkap overheen. Dus dat geen vilt. Nog deze achterstijl vilt tot hier. Deze kap die gaat er helaas niet vanaf, want die zit vastgelijmd. Anders hadden we deze gedemonteerd, eraf gehaald. Dan hadden we dus een stukje verder met vilt geplakt, zodat het netjes erachter kan. Nu moeten we dit dus gewoon met vilt netjes hier langs de rand af gaan plakken. Om het ook netjes hier aan de achterkant te krijgen, heb ik deze rubberen band, afdichtingsband van de deuren, de achterdeuren, wordt er afgehaald. En dan plakken wij het vilt tot het einde van waar het metaal eigenlijk ophoudt. Dan snijden we af en vervolgens monteren we de band weer terug. Nu zien we hier bijvoorbeeld ook, hier zit een groot gat. Hier zit een gat. Dit gat gelukkig nog een roostertje voor, dat kan terug. Maar dit gat hebben we niets van. Dat gaan we gewoon dichtmaken met een houten plaatje. Dat geldt ook voor dit gat. Dat gaat ook dicht. En hierboven zat nog een lamp. En hier moeten we eigenlijk ook nog net een klein stukje vilt gaan plakken. En omdat het maar een heel klein rand is, plak je toch een plaatje in, wat extra contactoppervlak, lijmoppervlak te kunnen creëren. Voor het grofweg opmeten van het vilt wat we nodig hebben. Deze bus wordt vanaf deze rand vilt geplakt, met bussen die helemaal tot voren gaan. Dan is het eigenlijk een beetje. Oké, we hebben daar 5 centimeter langer nodig. Wortel. Zo. Dan gaan we hier de bocht om. En dan gaan we de bocht om. En dan zijn we minimaal 1,80 meter. Dan doen we vervolgens ook op de hoogte. En dan gaan we deze kant op. En daar is het op weg 1,75 meter. Dat hebben we aan vilt nodig. Een lijn met vilt met een contactlijn op het metalen oppervlak. Het is tweezijdig. Dus eerst gaan we het metaal inspuiten met contactlijm en vervolgens vilt. Naar beide zijn gedroogd, kunnen we gaan plakken. En we plakken het andere netjes hier over de rand heen. Uiteindelijk komt hier ook nog een paneel. Dus hier snijden we ook het vilt gewoon weg. Dan kunnen we het netjes gewoon hier tot de plakken. En omdat het vilt een klein beetje rekbaar is, kun je het mooi hier zo'n handen drukken. Ja, dat is vastlijmen.
op de plekken waar het vilt komt, is helemaal ontvet en stof vrijgemaakt. Nu kunnen we het dus naar inspuit en spuit nemen. We doen het door middel van een verre spuit, zodat deze aardig is gebruikt. Of in mijn geval heb ik hier eigenlijk een professionele lijmpistool. Dat hebben de meeste mensen niet. Maar gewoon een verre spuit is net zo goed. En daar hebben we ook vele bussen mee. Van contactlijm of lijm voorzien. Gebruik een kartonnetje. Makkelijk is. Klusje gebruiken. En dan geen spuit. Bij het vilt is het opletten wat de goede kant is. Dit is de goede kant en dit is de achterkant. Het is soms lastig te zien in het donker wat nu het verschil is. Dus zorg dat je het goed in het licht ziet. En je ziet al vrij lastig het verschil. En met goed licht kun je het verschil zien. Zoals jullie kunnen zien, ben ik hier het vilt die ik daar uit mag aan pakken. Dus even, het is misschien makkelijker als je het met twee personen doet. In ieder geval ben ik alleen. Dat is geen probleem, want ik heb het vaak gedaan. Thank you.
lang. Zoals ik voel, is er heel veel kies tussen. Misschien van, hey, het ziet er helemaal niet uit, maar dit is geknipt. Dat klopt. Uiteindelijk kan je dit niet zien. Zelf moet bij dit straks een beetje terugslaan. Dan moet het nog altijd een bladje schoon. Dan komt hij uiteindelijk door het paneel. Dan zit er deze afgeknipte naad van de achter. Het geldt hetzelfde geld. Voor ons het paneel. Het valt hier uit. Ik kan daar een centimeter, 2 centimeter onder. Daar zit hier eigenlijk echt een soort van inbreking in. Het gaat later uiteindelijk met het vullen. Dus ik ga straks naar beneden. En verder. Misschien dat ik er uiteindelijk een latje extra achter zet op te vullen. Zodat je dus straks niet. Ja, we hebben hier nog een stukje wat met vilt moet worden bekleed. We kunnen gewoon gewoon een afvalstukje wat we uit deze wand hebben geknipt, kunnen we daarvoor gebruiken. En dan knippen we het hier, of snijden we het hier. Ja, een stukje mooi vilt op maat, wat hierin past. Want nogmaals, deze kap gaat er helaas niet vanaf, want die zit vastgelijnd. Normaal gesproken doen we die demonteren. Kunnen we die eraf halen en doen we gewoon het vilt hier plakken en dan kunnen we nou gewoon deze kap terugplaatsen en dan is eigenlijk alles mooier afgewerkt, maar ja, dat gaat helaas niet.
Het veld zorgt al voor een isolatiewaarde. Wil je nog beter het stukken isoleren waar de vilt op zit, nou, dan moet je dus voordat je het vilt plakt een heel dun laagje isolatie erop doen. Je kunt hier nooit echt een dikke isolatie opdoen, omdat het nooit alle rondingen meeneemt. Een 5 mm dikke isolatie achter het vilt kun je hier dus nog wel achter plakken. Vind je deze video tof? Like de video, abonneer op mijn YouTube kanaal en kijk op saadgen.eu.